In deze aflevering rijden we dwars door Polen. We bezoeken de twee grootste steden van het land en hiken door nationale parken. Ons doel van deze reis in Polen is oud-concentratiekamp Auschwitz, waar onze reis door dit prachtige land eindigt. Yes! Wat een topper deze man. Oké, dat park vanuit plekje werd hem dus toch niet. Gelukkig zijn de Poolse bewoners super behulpzaam. Oude man die heeft ons even met de trekker geholpen eruit te komen. Alles is hier zo ontdooid dat het super zacht is en modderig. Dus geen goede keus dit. Maar goed, we gaan weer verder. Goedemorgen, gisteren zijn we aangekomen in Polen. We hadden een mooi plekje gevonden bij deze rivier voor de nacht. Alleen dat bleek aan het einde van de weg toch niet zo mooi te zijn. En toen we wouden keren, toen zaten we in één keer vast met een camper van 3,5 ton. Het was een leuke uitdaging om eruit te komen, dat is ook niet alleen gelukt. Gelukkig kon ik vlakbij een huis een oude man vragen voor hulp en die kwam met zijn trekkertje ons eruit slepen, dus dat was super gunstig. Maar ja goed, toen zijn we dus wel aan de andere kant van de rivier bij de weg beland. Dat is een iets minder charmante plek hier, dus het is nog vroeg, we gaan ook gewoon direct weg. Morgen gaan we Warschau bezoeken, dus we zoeken nu een plekje vlak bij de stad, zodat we morgen vroeg direct de stad in kunnen duiken. Eerst even de bus opruimen, misschien moeten we die ook nog even schoonmaken, dat ziet er ook niet uit. We zijn in Warschau. We hebben een mooi omheinde parkeerplaats gevonden. Waar we ons slagschip zeker kwijt kunnen. Super grote parkeerplaatsen. En we gaan vandaag even een dagje in Warschau kijken. Wat zin in. Mooie stad. Het is ook lekker weer. 1 graden ongeveer. Dus we gaan even een rondje lopen. We hadden ondertussen wel gehoopt dat de kerstboom en de kerstversiering weg zou zijn. Geeft toch altijd zo'n ander beeld aan de stad en dat is ook al bijna februari, dus. Maar dit is een metersgrote kunstkerstboom. Hij is wel mooi. Wel heel groot. We willen heel graag wat lekker Pools eten proberen. Dus we gaan hier weer bij het restaurantje naar binnen. Staat wel bekend voor het traditionele eten. Sapinek. Gaan ze even proberen. We lopen over het prachtige Town Square in Old Town, waarna we langs de oude stadsmuren en door de gekleurde straatjes wandelen. Buik weer vol met alle Poolse lekkernijen. We zijn dan bijna weer bij de bus, maar het was echt een super mooie stad, hè? Ja, voor mij echt de mooiste stad tot nu toe. Ja, deze reis. Echt wel een van de mooiste steden inderdaad tot nu toe die we gezien hebben. Ja. Alle gebouwen in de oude stad die zijn super mooi. Goed onderhouden. Ja, we zijn natuurlijk niet in de hele stad geweest, vooral het oude stadgedeelte.
Maar het is een hele mooie stad om een dag rond te lopen. Echt van genoten. Lekker eten. Heerlijk, ja. Buitje vol. Ja. Wij gaan een slaapplekje opzoeken buiten de stad. Het is ook al bijna weer donker. Vlak naast de hoofdstad ligt het Nationaal Park Campinos. In het park dat bekend staat om de eland, leven ook veel andere dieren. We zijn in Krakau. Afgelopen dagen hebben we een aardig eind gereden vanaf Warschau helemaal naar het zuiden van Polen. En nu zijn we in de stad van Krakau. Vandaag gaan we hier even een rondje lopen. Het is zondag. Parkeren is gratis en we zijn benieuwd hoe druk het in de stad is. Tot nu toe valt het wel mee. Als het goed is, is de laatste zondag van de maand ook wel wat winkels open. Dus we gaan eens even kijken in de oude stad. De Barbican was het toegangsverdedigingswerk van de oude stad. Deze sloot met de loopbrug aan op de Florian Gate, de poort tot de oude stad die erg goed bewaard gebleven is. En dit is het grote marktplein van Krakau. En wij dachten dat het op zondag misschien niet zo druk zou zijn. Maar het is volgens mij alleen maar drukker dan dat het door de week is. Dus het ziet er gezellig uit. We gaan even wat eten opzoeken. Het Wawelkasteel is lang gebruikt als woning voor de koninklijke familie. Nu is het een museum dat je kan bezoeken. Lekker? Het is wel lekker deeg. We weten nou niet of er iets op moet of dat het gewoon zo opgegeten moet worden. Het is wel een beetje droog, maar misschien komt dat ook door de kou. Wel lekker, er zit zout op of zo. We zijn hier net even buiten het centrum gelopen. Want dit is wel een bijzondere plek. Want dit is namelijk de Schindler's List passage. Hier is de film Schindler's List opgenomen. Heel veel scènes zijn in Krakau opgenomen. En dit is dus de Schindler's List passage. De Schindler's List passage staat in de oude Joodse wijk Kazimierz. Deze wijk werd in de Tweede Wereldoorlog de Joodse ghetto. Waar Joden werden opgesloten door de Duitsers. Het is na een hele dag door de stad te slenteren behoorlijk koud. Dus we gaan de bus weer opzoeken. Lekker de kachel aan. Ja, de warmte in. Vlakbij Krakau ligt het kleinste nationale park van Polen, Ocho. Dit park heeft verschillende grotten en vele rotsformaties. Hij is dicht, hè? Hier is ook de Krakau's Gate, een 15 meter hoge poort in de rotsen.
De meest iconische rotsformatie in het park is Rekavica, de hand. We zijn aangekomen op onze laatste bestemming in Polen. En ook ons doel van onze reis door Polen. En dat is het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Dit is een plek waar we al heel lang heen willen. Het is natuurlijk een mega bijzondere plek. Heel indrukwekkend. En daar gaan we vandaag een tour doen. We hebben gekozen voor een tour van 6 uren. Een studietour. Lijkt ons wel heel mooi dat we echt de tijd hebben om alles te bekijken. En dan ga je ook langs bij de kampen, dus Auschwitz en Birkenau. We zijn mooi op tijd, het is 9:15. We moeten een half uurtje van tevoren er zijn. 9:30 beginnen we. Dus we gaan het meemaken vandaag. Alleen de weinigen die door deze poort gingen, hebben het overleefd. Er mag in de toekomst geen spoor van Auschwitz achterblijven. Onze rondleiding begint in Auschwitz 1. Het eerste kamp dat begin 1940 werd opgericht op een terrein en in de oude gebouwen van een Poolse kazerne, die later werden uitgebreid. In dit kamp werden tot 20.000 gevangenen vastgehouden achter dubbele hekken onder stroom, onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. De oude gebouwen zijn nu deels tentoonstellingen waar we doorheen lopen en deels compleet gepreserveerde gebouwen. Auschwitz bestond uiteindelijk uit 3 hoofdkampen en meer dan 40 subkampen, waar gevangenen werden gebruikt als slaven voor arbeid. Een model van een van de gaskamergebouwen in Birkenau laat zien op welke schaal gevangenen werden omgebracht, vaak direct nadat ze aankwamen in het kamp. Al hun persoonlijke spullen werden direct afgenomen, voordat ze opgesloten of omgebracht werden. De gevangenen die geschikt voor werk werden beoordeeld door de SS-arts werden gefotografeerd en kregen een nummer getatoeëerd op hun lichaam. Ook kregen ze een label op hun kleding om aan te duiden wat voor gevangenen het was. In blok 11 werden veroordeelde gevangenen opgesloten, gestraft en geëxecuteerd. Op de binnenplaats werden de gevangenen opgehangen aan een paal en geëxecuteerd tegen de dodenmuur.
gestrafte gevangenen werden openlijk opgehangen tijdens tellingen, om als voorbeeld te stellen voor anderen. Blok 3 is een gebouw dat volledig gepreserveerd is sinds de bevrijding van het kamp. Hier voelen we een ongelooflijk gevoel van geschiedenis, terwijl we de leefruimtes, slaapvertrekken en wasruimtes zien. Een van de meest indrukwekkende momenten van Auschwitz voor ons was het betreden van de gaskamers, waar tienduizenden mensen zijn omgebracht en hun lichamen verbrand. Smiddags bezoeken we Auschwitz II-Birkenau. Dat opende in maart 1942. Dit is het grootste kamp waar in 1944 90.000 gevangenen waren opgesloten. Het kamp bestaat uit verschillende delen, waarvan sommige uit houten stallen, origineel voor paarden bedoeld. Hier verbleven meer dan 400 gevangenen per gebouw, in de meest slechte omstandigheden. Gevangenen kwamen na een dagenlange treinreis aan door de Poort van de Dood, op het perron midden in het kamp. Hier werden ze geselecteerd door een SS-arts. Mensen die niet geschikt waren voor werk, werden vaak direct naar de gaskamers afgevoerd en omgebracht.
In de ondergrondse gaskamers werden mensen uitgekleed en vergast, waarna hun lichamen werden verbrand. De gaskamer- en crematoriumgebouwen zijn door de Duitsers vlak voor de bevrijding van het kamp opgeblazen. De centrale sauna is het gebouw waar alle nieuwe gevangenen die aankwamen doorheen gingen. Ze werden gestript van hun persoonlijke spullen en hun haar werd geschoren. Hun identiteit werd afgenomen waarna ze een nummer kregen en als slaven aan het werk moesten. In een ander deel van het concentratiekamp staan ook gebouwen van steen. Hier zijn 60 afscheidingen in gemaakt waarin 4 personen lagen. Een totale capaciteit van meer dan 700 gevangenen per gebouw. Maar in werkelijkheid verbleven hier veel meer gevangenen. Pas later in 1944 werden er kleine sanitaire hokjes ingericht voor de gevangenen. Gisteren hebben we een mega lange en indrukwekkende dag gehad in beide Auschwitz-kampen. En we waren aan het eind van de dag behoorlijk nat en koud. Maar we hadden het gevoel dat we niet alles hebben kunnen zien. Dus we zijn vandaag weer teruggegaan naar Auschwitz 1. Om nog even rustig rond te kijken en wat foto's te maken. Als je de kans krijgt om hier een keer heen te gaan, dan zou ik dat zeker doen. Het is echt super indrukwekkend en bijzonder om de geschiedenis hiervan te leren. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie in de volgende. Doei! Doei.